mensen van CodeCraft.nl, zoals jullie zien aan de titel is dit een God Mode glitch. Ik ga eerst even laten zien hoe je erin moet komen. Want ja, dat is wel handig, anders heb je geen flauw idee wat je moet doen. Ik ga dit niet in online doen, omdat je dan, ja, je kan gewoon geband worden. Dus ik zou het niet uitproberen in online. Je moet de map retreat aanzetten. Options gewoon, weet ik veel wat jij wilt doen. Ik zet meestal hardcore enable. Niet zo. Zet classes. En dan moet je deze class namaken. Zich maakt het niet veel uit wat je hierbij zet, maar je hebt deze heavy shield en handgun RW1 sowieso nodig. Dus je kan gewoon score 6 aanzetten, maar je moet geen andere wapens aanzetten, omdat dat nodig is voor de glitch. Dan kopieer de class en dan paste je hem op elk vakje dat er is. Zoals jullie zien heeft nu elke class die wapens. Dus dan ben je op zich klaar. Maar ik moet natuurlijk ook nog bots aanzetten. Anders heeft het natuurlijk geen zin. Ja, dan ben je klaar om te gaan. Dus dan doe ik start match en dan zie ik jullie zo. Yo mensen, we zijn weer terug. Ik ga nu in de map laten zien waar je heen moet lopen om ervoor te zorgen dat jij, You now have ja, execute in die authority. hotspot Move komt. out. Zo meteen laat ik ook een kleine gameplay zien van een paar seconden. In totaal een minuut. Ik neem aan dat jullie deze map kennen. We've taken control. Dan loop je hier naar deze hoek toe. De raam eerst kapot. De raam, niet de raam. Ga in de hoek zitten, een stukje. En ga je hier eigenlijk zitten. Wacht tot iemand aankomt. En ja. Dus dat is de plek. Ik stop de gameplay en dan laat ik jullie de andere gameplay zien van hoe het eruit ziet. Als er echt enemies voor je staan. Dus bedankt voor het kijken. Like, subscribe en abonneer. En dan zien we jullie tot de volgende keer. Alweer tot de volgende keer, maar dan zien we jullie. Yeah.